Ik wens je vrede en recht toe. Of zoals dat deze dagen steeds geroepen wordt, Happy New Year. Een vriend van me zei, ik wens je een beter nieuwjaar. Waarbij zowel het accent lag op een beter nieuwjaar, als op beterschap. Dat het je goed gaat. Ik ben Peter Vlug, ik ben spokesman van Vrede en Recht, de vereniging Vrede en Recht. Die zowel met burgerinitiatieven helpt met dakloze mensen op te vangen, als ook in dit jaar een missie heeft om een nationale reddingscampagne op te zetten gebaseerd op twee zuilen. En daarover wil ik een kort moment tegen je zeggen dat wij aandacht vragen voor een nationale reddingsactie. Nederland heeft, en dat is de eerste zuil, Jezus nodig. Nederland kan niet langer op deze manier, op eigen voorttuimelende gang in zoveel vragen alleen maar zeggen van wat zegt ons verstand? Terwijl ze moeten kiezen tussen de economie of hun gezondheid. Wij roepen op tot gebed. We willen bidden voor de zieken. En we willen degenen die in nood zijn, die in de ziekenhuizen zijn, die in grote eenzaamheid zijn of raadloos door angst bevangen, willen we zeggen dat Jezus je komt troosten en Jezus je kan hulp geven. De redder. En wij willen daarin heel nadrukkelijk onze daden voor onze woorden laten spreken. En de tweede zuil is de zuil van gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dus je hebt aan de ene kant Jezus, Nederland heeft Jezus nodig. En aan de andere kant, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En daar is het woord meerderheid en kwade de twee sleutelwoorden. Want de meerderheid, dat is democratisch. En in een democratie, wat een zegen kan zijn, hebben we dus ook het punt dat als de hele meerderheid het kwade achterna gaat, dat je dat als bijbelgetrouw gelovige niet mag doen. Want in de Torah staat, gij zult de meerderheid het kwade niet volgen. En dan, als dat gebeurt, en wat in dit geval aan de hand is, als de meerderheid zegt, wij kiezen voor de afgoden, en we kiezen voor onze eigen wijsheid, en we kiezen voor onze eigen reddingsplannen, als dat het geval is, terwijl dat eigenlijk de oorzaak van het probleem is, dan geeft het democratische bestel ruimte voor mensen om eenmalig het politieke podium te beklimmen. Net zo goed als dat de ruimte is dat soms een staatsheer of een politici een kerkpodium kan beheren. En ik ben niet voor de binding kerk en staat, daar ben ik voor gescheiden van. Maar soms zijn er belangrijke zaken waarin je het woord mag nemen. En dan stelt de politiek hele nadrukkelijke eisen. En dat is niet onterecht. Kom eerst maar met 600 man. Uit verschillende 19 verschillende districten. Die 600 man die hebben allemaal, en dat is onze oproep vanavond aan jou. Wil jij een van die 600 ondersteuners zijn die hun geloofsbrieven aan mij en Vrede Recht meegeeft? Om daar in Den Haag het woord van Jezus Nederland heeft Jezus nodig om dat daar bekend te maken. We hebben 600 ondersteuners nodig. Wat moet je ervoor doen? Je moet een 2-3 uur nemen, naar de stad gaan, bij het gemeentehuis een afspraak maken. Je meldt aan het loket, je krijgt een H7-formulier, die je trouwens al van tevoren hebt meegenomen. En die laat je zien en die stempelt die en dan kijkt of je echt daar woont en dat paspoort hebt. En dan heb je een getekende en gestempelde versie. Daar ga je mee naar de post, die doe je in de post, die krijgen wij. Hebben we dat 600 keer uit heel Nederland, van Texel tot Limburg. Dan hebben we de eerste eis voldaan om in het politieke podium te verschijnen. Het tweede is een hele banale. We hebben gewoon, dus je moet de staat €11.250 cash betalen. En alleen als je het haalt, krijg je het terug. En als je het niet haalt, heb je pech gehad. Voor de moeite. €11.000 en 600 ondersteuningsverklaringen. Daar heb je 60.000 stemmen nodig en dan heb je één stoel. En daar zouden wij, en dat is wat we in deze nationale reddingsactie wilden, dat ik daar zitting kan nemen en elke dag datgene bidden wat God de Vader nodig acht voor ons land. Totdat de ellende is geluwd en de pandemie ten einde is. En er weer recht gedaan wordt aan de armen en de zwakken. Dit is een campagne met hindernissen. Oh zeker. Want wij kunnen niet zomaar allemaal zeggen wat ons op ons hart ligt. Helemaal niet zelfs. Als je kijkt op de website vrede-recht van 31 dagen nog en dan komt de verkiezing. Dat clipje dat was zo heftig dat de computers er vannacht hebben uitgegooid. En die podcast van mij van gisteren waarin ik een heel duidelijk stelling neem tegen de politiek van onze minister-president. En ik noem het C-woord en ik noem het
L-woord en ik noem het V-woord. En al die woorden worden door de computers beluisterd en zodra ze voorkomen en je hebt daar een afwijkende mening over, word je direct gedelete. Ik heb een ernstige waarschuwing gekregen dat ik in mijn podcast nu niet meer mag wagen om nog spannende meningen uit te geven, maar ik ben een ambassadeur van Jezus, aangesteld om de liefde van Jezus bekend te maken in ons land. En dus moeten we slim zijn en mocht ik er weer uitgegooid worden en mocht je bepaalde programma's ineens missen in het archief, dan weet je dus wat de reden daarvan is. Zorg dat je de nieuwsbrief krijgt, daar kan je voor opgeven op de website www.vrede-recht.nl. Er worden ook geen debatten voor kleine partijen georganiseerd en de media negeert de kleine partijen helemaal. Het zijn dus 86 of 89, dus die zijn allemaal onbelangrijk. We blijven alleen bij de drie grootste partijen. Maar dat hebben we allemaal van tevoren bekeken, dat hebben we allemaal berekend. En we zijn er niet van plan om simpelweg de normale weg te bewandelen. Nee, wij handelen in de naam van Jezus. En wat de uitkomst ook is, wij gaan ervoor. Want Nederland moet weten dat als het zo doorgaat, dat uiteindelijk al deze pandemieën en al deze armoede en al deze ellende ons nog meer dan ooit slaaf maakt. Maar misschien zul je zeggen, Peter, maar als we jouw weg bewandelen, dan gaan we eraan. En waar is God als het een oordeel over ons komt? Waar is die God dan? Nou, herinner dan en breng een herinnering dat je dat vrede en recht mannen en vrouwen heeft afgezonderd om naar jou toe te komen, om je te vertellen dat Jezus leeft. En dat je bij hem genezing kan vinden en troost kan vinden. En dat de Bijbel geschreven is voor jou, Gods liefdesbrief aan jou. Wij spreken tot en bidden voor Nederland. Ja, en Jezus gaf ons het voorbeeld, hij zei, kijk naar Nineveh. De stad was aan het oordeel toe, het zou veroordeeld worden, het zou weggevaagd worden. Er waren zoveel zonden in de stad, net als onze stad nu in Europa. De stad is weg. Het land verdient het oordeel Gods. En nog één keer stuurde God, voordat de doodsengel zou komen, zijn knecht Jona, zoals wij nu gestuurd worden naar jullie toe. En naar dit land. En naar de publieke bühne. Om de koning en de staatslieden en de politici en het volk toe te spreken. Bekeer je. En Nineveh bekeerde zich. En ze gingen vasten. En God was genadig en redde de stad. En dat teken van Jona, dat is onze boodschap die wij jou mee willen geven. Nou, iedere dag gaan we om 8 uur een podcast zoals deze uitbrengen tot aan de verkiezingsstrijd toe, zolang we kunnen. En om 9 uur wordt het altijd op YouTube bekendgemaakt en geplaatst. En als we er niet meer in zeggen omdat onze woorden te stout en te confronterend en niet gewenst genoeg zijn, dan zitten we altijd nog op de nieuwsbrief. En de website. Zorg dat je erbij bent. En dat je betrokken bent. En dan zegt Jezus, nou zo blijven er dan geloof, hoop en liefde over. En deze drie, en de meeste van de drie, is de liefde. En de revolutie van de liefde is begonnen. De hopeloosheid en de ellende en de saaiheid en de verschrikkelijkheid en het individualisme en onze onderdrukking zijn begonnen. En daarna komt de revolutie van de liefde. Jezus zegt, ik heb je lief. God de Vader heeft zijn enige zoon voor jou gegeven. En de revolutie zegt dat de volgelingen van Jezus steeds meer zijn. En daarom roep ik je op, sluit je aan. Voeg je bij ons. Zorg dat je vrede en recht een geloofsbrief meegeeft naar Den Haag. En zegt, namens mij mag je meedoen. Hier zijn we €20. Hier is mijn ondersteuningsdocument. Ga dat doen. Nou, met 600 van dat soort strijders kunnen we aan de slag. En Jezus heeft ons vooral opgedragen. Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigen en ze bidden, dan zal ik het land herstellen. En dus willen we bidden voor ons land en willen we bidden voor onze families. En de christelijke partijen, je hoort ze daarover niet. Partij van de Dieren, je hoort ze daarover, je hoort ze niet. Partij van Denk, je hoort ze niet, je hoort ze allemaal niet. En daarom bidden we wat Jezus ons opdroeg. Ik stel je voor om mee te bidden. En ik hoop je morgen weer te zien. Ik hoop dat je aansluit. En ik wens je Gods rijke zegen. Laten we afsluiten met gebed. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam komt. Uw wil geschieden gelijk in hemel.
Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens je vrede en recht.